In deze video gaan we het hebben over witbalans. En dat gaat over kleur. Heb jij bijvoorbeeld wel eens gehad dat je hele beeld helemaal blauw was of een gele waas eroverheen zat? Dan is deze video voor jou. Hoi en welkom bij de Videomakers. Op dit kanaal delen wij zoveel mogelijk tips over het maken van video als je er zelf mee aan de slag gaat. Dus wil je daar niks van missen, word dan zeker even lid van ons kanaal. In deze video gaan we het hebben over witbalans. En dat is dus kleur. Kijk, het gaat er dus eigenlijk om met witbalans dat je zorgt dat iets wat wit is, dat dat ook wit is in beeld. Ik heb hier even niks wit. Ik pak even een wit papiertje erbij. Dit is wit. En als het goed is, zien jullie dit nu ook als wit. En als ik dit nu mee naar buiten neem, of mee naar binnen in een donkere kamer en bij een kaarsje hou, dan wil ik nog steeds dat dat papiertje wit is, ook al valt er een andere kleur licht op. Want licht heeft verschillende kleuren. En je moet dus altijd je camera instellen op de kleur van het licht wat je hebt. Je hebt eigenlijk twee soorten kleurschalen. En dat is van blauw naar geel en van paars naar groen. We zullen ze alle twee eventjes doornemen. Van blauw naar geel, dat is eigenlijk het spectrum tussen daglicht en kunstlicht. Als je buiten bent in de zon, is het licht eigenlijk een beetje blauw. Klinkt raar, maar buitenlicht, daglicht is blauw. Kunstlicht, dat is dus eigenlijk het licht wat je binnen hebt. Een lamp, gewoon een peertje in je lamp, die is geel. En het uiterste van dat spectrum, dat is dan weer een kaars. Want een kaars is natuurlijk heel oranje en warm. Dus dat inderdaad loopt van blauw zonlicht helemaal naar warm geel kaarslicht. Of oranje kaarslicht bijna. Dan hebben we ook nog paars en groen. Ook daarop kun je kleuren instellen. Alhoewel de meeste camera's met witbalans kun je daar nou net niet op instellen. Maar dat is eigenlijk, heb je dan te maken met bijvoorbeeld TL-licht. TL-licht kan nog wel eens heel groen zijn. Of richting paars lopen bij als je ledlicht hebt bijvoorbeeld. Dus op die twee schalen heb je kleuren die kunnen afwijken. En dat is gek, want eigenlijk normaal met je ogen zie je die kleuren helemaal niet zo sterk. Je ziet eigenlijk altijd wit licht in feite. Het is gewoon de natuurlijke kleur. En dat komt omdat je ogen zich aanpassen aan de kleur van het licht die je ziet. Camera's die kunnen dat niet zelf. Tenminste, ze kunnen het wel zelf, maar dat heet dus witbalans. Ze hebben daar een functie voor. De meeste camera's waarmee jullie misschien zullen werken, die hebben dat automatisch. Je kunt dan je camera, of hij staat altijd op automatische witbalans, of je kunt hem instellen op een automatische witbalans. En dan gaat hij gewoon zelf voor jou denken, oh ja, we zijn binnen, ik zie hier oranje licht. En dan past hij zijn kleuren daarop aan. Dat kan nog wel eens lastig zijn als je bijvoorbeeld een shot maakt waar je van buiten naar binnen loopt en al die tijd de camera laat lopen. Omdat de camera dan soms bijvoorbeeld te langzaam is met het bijstellen van de kleuren. Want dan moet hij dus, als je van buiten naar binnen loopt, de kleuren aanpassen van blauw, buitenlicht, naar geel, binnenlicht. En een camera kan daar soms langzaam in zijn omdat hij het niet doorheeft als hij het al doet. Want het wil ook nog wel eens zo zijn dat een camera het pas doet als je de camera weer uitzet en dan weer aan. Dus je stopt met opnemen en als je hem dan weer aan gaat opnemen, dan pas gaat hij de kleuren aanpassen. Dus het kan zijn dat als je hem door laat lopen terwijl je naar binnen loopt, dat hij het dan niet aanpast. En dan loop je dus van blauw licht naar buiten naar binnen. En dan wordt die binnen veel te oranje, je beeld. En dat is dan, heb je in feite een verkeerde kleurbalans opgenomen daar. Je kunt ook handmatig de witbalans instellen. Ah, je hebt eigenlijk nog een soort tussenvorm. Ik ga dat even laten zien op deze camera. Zoom maar even een beetje in. Dan gaan we even kijken hoe dat er hier uitziet. Hij heeft hier allemaal instellingjes. Ten eerste natuurlijk AWB heet dat meestal. Auto witbalans. En dan doet hij het gewoon voor je. En je hebt voor instellingen bijvoorbeeld een zonnetje. Dat is dus voor als je buiten gaat filmen. Shade. Cloudy. Je ziet eigenlijk al aan die voorinstellingen dat al verschil maakt. Dat er dan een andere kleur licht is. Nou, je ziet dus nu als ik hem nu op het lampje zet dat hij veel te blauw wordt. Want we filmen hier vandaag met daglicht. Deze heeft dan ook nog inderdaad instellingen voor TL-licht. Fluor noemt hij dat. Omdat TL inderdaad soms dan weer afwijkt op groen of roze. Dus daar heeft hij ook weer voorinstellingen voor. Veel camera's hebben dit soort instellingen. En eigenlijk zou ik je aanraden, gebruik dit gewoon, want die zijn vaak best wel heel goed afgesteld, die presets. Je hebt daarnaast ook nog, even kijken of ik hem kan vinden hier, ja. Dat is vaak dit icoontje,
hoop dat je het goed kan zien. Dit icoontje staat voor handmatige witbalans. En hier kun je dus met je camera en een wit papiertje. Wat je dan meestal doet, is. Ik pak even een wit papiertje erbij. Is een wit papiertje erbij houden. Zoom je weer uit. kun je hem, zoals we dat noemen, kun je hem met een witte op het witte papiertje. Dus dan zeg je in feite tegen je camera: hey, dit is wit. Stel hem hierop in. En dat is ook een manier om, om de witbalans in te stellen. Maar dat, ja, eigenlijk gebruik ik dat nooit meer. Want dat is helemaal niet nodig met al die goede presets die je tegenwoordig hebt. Maar als je het hebt over handmatig instellen, dat is echt handmatig instellen. Maar goed, ik denk dat heel veel camera's hebben een automatische witbalans die het eigenlijk heel goed doet. En dan zet hem gewoon op automaat of zet hem op een preset en dan zit je altijd goed. Dan nog als laatste notitie daarbij is dat als je op log filmt, kijk even ons filmpje daarover als je die nog niet hebt gezien, dan is het eigenlijk allemaal weer wat minder belangrijk omdat je dan de kleuren minder sterk opneemt en je dat heel goed in de nabewerking nog kunt corrigeren. Dus, dit is alles wat ik je nu ga vertellen over witbalans en ik hoop dat je daarmee zelf video's kunt opnemen met de juiste kleuren. Veel succes en als je nog vragen hebt, dan stel ze vooral onder de video.